Nou, uh, volgens mij hadden we het goed. Uh, Babs keert terug in het spel. Ja, ja. Dat was niet heel moeilijk volgens mij. Nee. Ze had uh, de meeste kans om terug te keren, natuurlijk. Ja, ja. 60%. En dat gebeurde dus ook. Vond wel heel lullig voor de andere twee. Die uh, werden ook een beetje op afstand gehouden. Rick ging er een beetje zo voor staan: van nee, geen contact meer met de afvallers. Jullie gaan gewoon nee, verder lopen nee. nu. En uh, afgelopen. Ja, ja. Een beetje Belgische Wie is de Mol vibes. Ja, toch wel. Daar zijn ze altijd wel een beetje hard of zo voor elkaar. En al dat softe BN-gedoe, daar zijn we een beetje klaar mee nu. Gewoon hard gesprekken. We Hoppa. Inderdaad, ja. Ja. Um, ja, de vijfde aflevering van um, Wie is de Mol gaan we nabespreken. En we, dat zijn uh, G. Custers en ik ben uh, Guido Verheijen. Um, ja, G. Wat vond je van uh, aflevering 5 in zijn totaliteit? Ja. Uh, op zich vond ik de opdrachten die ze hadden wel erg leuk. Uh, wel getoond om te falen, zeg maar. Uh, <laughs> dat, uh, ja, ik denk dat de meeste mensen dat thuis wel hadden. Ja. Ja, kijk, volgens mij hebben we het hier de vorige keer ook wel op om gehad. Mij, voor mij hoeft er niet per se iemand terug te keren in het spel. Uh, maar goed, dat is eenmaal uh, gebeurd. Verder was het wel, wel, wel leuk, denk ik. Ja, leuk wel met je. echt liefst mooie opdrachten, zeg maar. Ja. Ja, er zat wel aan te komen natuurlijk dat er een aflevering zou komen waar geld uit de pot gespeeld kon worden. Ja, nu hadden we het al een beetje in de vorige aflevering. Aan het einde van, uh, van aflevering 4 was er al een opdracht waar min geld te verdienen was. Hè, door die uh, spelletjes fout te doen. En dat ging eigenlijk ja, deze precies. aflevering ook weer door. Uh, de eerste opdracht was dan niet zozeer waar geld af kon. Maar hè, uh, er was wel geld te verdienen. En dat gebeurde eigenlijk al gelijk niet. En uh, daarna ging het uh, van kwaad tot erger. Eerst ja. uh, voor Smit van 2000 euro eraf en daarna weer 3000. In totaal uh, 5000 euro uit de pot in deze hele aflevering. Mm -hmm. um, maar ja, hij stond Die ook wel uh, gigantisch hoog voor, uh, ja. als je het met Ja, is nee, dus, uh, Want meestal eindigt hij zo ergens tussen de 9000 en de 12000 of zo. Uh, dus ja, en nu stond hij al na twee afleveringen of zo op uh, 9000. <laughs> ja. Ja, dan, dan kun je er eigenlijk al van uitgaan dat er iets gaat gebeuren. Want anders gaat uh, um, de, publieke, de publieke omroep uh, failliet. Uh, ja, bij zo. Ja, ja, ja. ja de, maar de, uh, de, de grote bedragen van vroeger die, die zien we niet meer. Vroeger nee, werd er echt nee, 20.000 nee. euro in een seizoen verdiend. Precies. En uh, hoger dan dat zelfs. Nou ja, dat dat moet dan moeten ze in de tijd van Nieuwkerk toch wel betalen. Hè? Dus, uh, oh, die ja, die is die erg, weg. Maar... Oh, die is nu uh, <laughs> in het nieuws de, deze week. Uh, ai, 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 ja. ja. Maar Wat je om, je op de om een beetje op de zaken vooruit te lopen. Je had dan ja. wel die laatste opdracht. waar dan heel veel geld mee eruit ging. Dat vond ik wel weer een beetje een saaie opdracht dan. En dat heeft, zit er bij mij meerdere in. dat ik denk. dit is echt al de vijfde keer. dat we volgens mij precies dezelfde opdracht zien of zo. In ja, uh, een net iets in. ander jasje. Zo dat ze iets in een bakje moeten leggen. en er langs moeten lopen. Ja, dat zien we echt ieder jaar. Ja, op een gegeven moment is het een beetje klaar of zo, hè? Ja, dus ik, ik vind dat echt. Als ik dat dan zie, dan denk ik van ja, oké, okay, uh, laat maar gewoon zien wat iedereen heeft en be over with it. Ik bedoel, het is toch gewoon gokken. Ja, ik vond uh, de opzet van die opdracht uh, ook een beetje gek. Want inderdaad, wat je zegt, er kan dan 2000 euro in totaal verdiend worden. Dat is als iedereen 250 euro pakt volgens mij. Ja. Want er zitten nog acht kandidaten in het spel. En dan uh, er was een kans in, in die van die 1 op 6 of zo, dat je dat pakt. Hè? Zoiets. Ik weet niet precies hoeveel bakjes er stonden, maar... Maar dan wel een bedrag van min 3.000 euro in een van die bakjes leggen. Ik snap natuurlijk ja. dat je een soort van consequentie daar aan wil hangen. Maar ik vind 3.000 euro dan een beetje te zwaar. Ja, ik vond 3.000 ook wel heel, wel heel heftig ja. of zo. Kijk, de kans dat je het pakte was wel vrij klein. Dat wel, ja. En, en volgens hè, mij had dus Rosario dus ook zich... nog een relatief veilige keuze gemaakt. Door volgens mij niet voor een Torpito of voor drie jokers te gaan, maar voor twee ja. jokers. Dus, maar goed, daar komen we anders ja. uh, zo meteen nog wel even bij. Laten we het een beetje op uh, volgorde houden. Laten we dat doen, hè. Voor... Maar ja, ik denk, ja. ik, ik moet even kwijt dat ik dat, die opdracht niet leuk vond. Maar nee, goed, nee, dat weet uh, we wel vast. <laughs> nou, uh, maar wat wel leuk was, is dat Dennis' Wening terugkwam, toch? Ja, ja, dat was dan ja. wel weer tof. Precies. Ik vond het wel... Uh, ja, hè, als we dan even opdracht <laughs> Ik vond het wel heel raar of zo dat hij er in één keer was. Dat was echt geen context en in één keer was hij daar. Ja, en toch ook weer wel. Want blijkbaar gaven ze al wel hints dat hij er was. Want uh, daar gaan we het natuurlijk ja? zo meteen oh, over hebben. Nou, De heb eerste opdracht, um, daar was het te verdienen bedrag 2008 euro. Dus daar hmm. had je nee, nog kunnen berekenen van: oké, okay, 2008 was het seizoen van Mexico. Oh, seizoen 8. Ja. was een kleine hint. En. Um, ja, dit wist ik ook niet hoor, maar dit heb ik later volgens mij in een podcast of zo van Rick van der Westerlaken gehoord. Dat die uh, dat verdiende bedrag bij de tweede opdracht 38.640 euro. Dat was blijkbaar wat Dennis Wening in seizoen 8 uit de pot wist. te Ja, houden. precies. Dat was het blijkbaar. Dat, uh, ja, dat, ik ook dat blijkbaar. had ik inderdaad ook, uh, ook meegekregen. Ja. Maar ik vond het zo van, zeg maar, uh, ik snap niet zo goed waarom zeg maar Dennis Wening dat moest doen of zo. Nee, snap je wat ik, ik bedoel? Nee, ik snap wat je Ik vond het vooral... Um, het, het, het moest het juist spannender maken, had ik het idee. Maar het was ja, niet nodig geweest. geweest. Maar de kandidaten wisten ook niet dat dat gebeurde. Nee. Want kijk, als je nou als kandidaten wist van... Iedere minuut dat je hier langer bezig bent, heb je minder kans op, heb je kans op minder geld. Kijk, ik had het ergens wel eerlijk gevonden als ze dat hadden geweten. Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja. Want, ja. want zeg maar, nu heb je het idee van... Oh, we, we, we hebben... We moeten ik kort hiervan tevoren zorgen dat we weggaan, want anders halen we het niet. Maar je hebt ja. niet verder tijdsdruk of zo. Omdat je. Ja, je weet gewoon niet dat het, dat het kan. Daarnaast kon je nooit. Dus die 38.000 euro verdienen. Nee want, nee. want hij was daar gewoon op een gegeven moment. Was hij daarmee bezig? Ja, in die tijd had je nooit die route kunnen uitstippelen en naartoe nee. kunnen rijden. Dus, dus ik vond het, dat een beetje gek of zo. Maar daar zullen we zo meteen nog wel verder over gaan. Ja, of Dennis Wenen kon de sleutel onder de deurmat niet vinden, zodat hij nooit de tand in kon. Maar ja. nee, dat was gewoon voor tv natuurlijk gemaakt. Nee, dat, uh, uh, dat deurmatje dat ligt er normaal gesproken nooit natuurlijk en die sleutel daaronder zeker weten niet. Nee, nee dat was natuurlijk allemaal een beetje televisie. Maar wat je zegt, oh, ja, het, het van tevoren weet je al gewoon van dit bedrag is zo hoog, daar ga, dat kun je niet verdienen in deze uh, opdracht. Nee. Dat kan gewoon niet. Um, nou, laten we even naar het begin gaan. En dat is natuurlijk de eerste opdracht: um, op elkaar rekenen. Um, daarvoor gebeurt natuurlijk best wel iets opvallends. Want uh, Babs keert terug in het spel. En ze is eigenlijk een beetje aan het biechten van uh, wat ze allemaal heeft meegemaakt. En. Uh, ze zegt op een gegeven moment best wel in haar biecht een uh, opvallende uitspraak. Ze zegt uh, de mol die smult en lacht. En dan wordt uh, Rian in beeld gebracht, uh, die aan het lachen is en iets aan het opeten is. En dus... aan, aan het smullen. Ja, precies. <laughs> dus ik vond het wel leuk uh, als daar ook echt uh, een hint ja. naar Rian in zit. Die uh, hint zien we niet zo heel veel naar Rian om eerlijk te zijn. Dus ik denk, uh, ik gooi deze er gewoon heel even voor je in. Ja, nou, hier, goed gevonden. Uh, dan gewoon de eerste opdracht maar over ja. uh, niet zo hele leuke opdrachten gesproken. Ik vond deze, eerlijk gezegd, persoonlijk zelf een beetje tegenvallen. Maar de opdracht heette uh, op elkaar rekenen. Ik zei het net al even, er kon 2008 euro verdiend worden. Er werd niks verdiend, omdat deze opdracht... een beetje een alles-of-niets-opdracht is. Ja. Um, ja en die, die staan ook wel bekend als... die worden nooit gehaald. <laughs> Bijna nooit, nee. Nee, inderdaad. Um, maakt het dan ook uit waar de mol wil zitten... Wil je dan per se mm. bij die vlaggen staan of maakt dat ook niet zoveel uit? Nou, wel, ik was hier ook al over na, ik. Denk dat je als mol er gewoon uh, in het dingetje wil zitten. In het, uh, hoe heet het? Ja, zo'n klein uh, zo. ja. want dan kun je vooral kijken van een, uh, ik dacht al van een, een 1 of een 0. Zo zeg maar, van een 1 heb je al snel een 7 gemaakt op een afstandje en van een 0 een 8 of andersom. Ja. Uh, of je zegt, van, Hé, dat is een nieuw oranje, dat is rood, zeg maar. En dan, ja, dan lukt de hele opdracht al niet meer. Zeg maar dan kan iedereen nee. het perfect doen en dan lukt het niet. Nee, inderdaad. Er zijn vier kleuren waar dan op een gegeven moment rekening gehouden mee moet worden. En wat je zegt, ja. um, als een van die kleuren al een verkeerd getal wordt ge uh, genoemd... dan is de hele opdracht al gelijk uh, verpest. Precies. Want dan bij het optellen kom je al niet meer op 2008 euro uit... Nee. En dat is en misschien ook een beetje het probleem van deze opdracht van alles moet kloppen om geld te verdienen. Dat mag geen Ja, en bedrag uiteindelijk zijn. denk ik dat die vlaggetjes niet heel veel uitmaakten. Want je had gewoon van een aantal um, een aantal bedragen had je een, 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 een zeg maar, met kleuren, of een combinatie van aantallen en kleuren. Ja. Uh, en uiteindelijk moest het gewoon bij elkaar opgeteld worden. Um, en dan door de vlaggetjes te raden, wist je dan welke je bij elkaar op moest stellen. Precies, ja, um, dat geeft maar dat had je ook orde, gewoon ja. kunnen doen zonder de vlaggetjes perfect te hebben. Dan, had je, zeg maar, dan was je ook bij. Hè, dan, 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 was het een, dan was het misschien een gokje, iets meer een gokje geweest. Ja. Maar dat was het nu ook. Dus ja. ja. Ja, sommige um, gekleurde vlaggen, zoals bijvoorbeeld de kleur rood of zo, die hadden ze helemaal niet nodig. En dan merkt je op een gegeven moment ook wel van, oh, dat is een heel ander getal dan die andere um, um, vlaggetjes die wel nodig zijn. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment heb je wel in de gaten van, oh ja, hey, ik zit wel heel dicht in de buurt van het uh, getal wat bij deze kleur hoort. Ja, dus precies. Dan, uh, dan heb je inderdaad wel heel snel uh, de goede kleur te pakken. Maar ik vond het daar ook al wel rommelig gaan, hoor, want... Ja. In plaats van dat Jeroen en Fons samen gaan tellen, gaan ze dan eerst ieder een gedeelte tellen. En dat gaan ze dan later weer bij elkaar optellen. Dan gaan ze elkaar weer controleren. Daar klopt weer niks meer van. Dus ja, dat ja, goed samen moeten lopen. Ja, dat, dat denk ik ja. Ja, en gaat dan gewoon eerst één kleur af helemaal. En dan gaat dan de hmm. andere kleuren doen. Want inderdaad, je gaat die kleuren ga je allemaal door elkaar halen. en ja, dan ga je Daarom, en dan maken. gewoon hardop hard op tellen en wijzen. En dan kun je het bijna niet fout doen. En dan doe je twee keer voor de zekerheid. En dan weet je net 100%. Ja, precies. Ja. Het hadden ook best wel even de tijd daarbij, die vlaggen toch? Het was, ja, uh, volgens mij was het gewoon drie kwartier of ja, zo. Ja, volgens mij ook. Ja. Ja. Het is te kijken of ik dat heb opgeschreven hier. Maar ik kan even niet zo snel halen hoe lang ze daar nou hadden. Maar. Ik wil uh, zeggen, zes, zes vlaggen vlaggenreeks tellen die allemaal niet boven de, die, die boven de 40 komen. Dat kan ik ook in drie kwartier. Nee, precies. <laughs> ja. Inderdaad. Maar ik ben het wel met een je eens in die koetsen. Uh, daar, kun je, daar kijk je natuurlijk naar elkaar toe de hele tijd. En je kunt maar één ja. gedeelte van dat bordje zien dat aan zo'n lantaarnpaal hangt. Uh, dus je moet ook echt je hoofd weer omdraaien. deed het bij ieder bordje mm -hmm. om te kijken of hè, de, de kleur of het bedrag... Uh, welke kleur en welk bedrag erbij hoort. Ja, dus, precies. Ja. En dan moet je het nog goed opschrijven. Want de een dat heeft een portofoon in de handen... en de ander heeft een stuk papier en een, en een stift vast... Um, als diegene iets aan het doorgeven is en de andere is iets gewoon voor jezelf aan het opschrijven, zonder dat die andere dat, dat. misschien ziet, dan heb je eigenlijk al de fout gemaakt en is het al voorbij. Dus ik ik denk er, als je ergens in een er consequentie zit, dan, dan, dan is het al makkelijk om mensen daarin mee te nemen. Hè? Precies, ja. ja. Ja, dus ik denk ook wel dat als je de mol bent, dat je, je het liefst met zo'n stift in je hand hebt. Want ik begreep niet helemaal wat nou die functionaliteit van die portefeuille was bedoeld. Nee, bij deze ik plaat. ook niet. Ja, Misschien gewoon verwarring zaaien, want dat uiteindelijk maakt het niet heel veel uit. Nee, wat maakt het uit dat, dat je dan hoort van oh hé, hey, de, de ander heeft uh, oranje en heeft uh, nou ja, 38 ik, ik, euro ik Ja, ik denk het voordeel dat je op het einde misschien al iets meer informatie met elkaar hebt kunnen delen, maar ik denk dat het daardoor ook gewoon onoverzichtelijker wordt. Dus ja, het voegt, het, hè, als je gewoon kijkt wat moet je uiteindelijk voor het spel doen, voegt het niks toe. Nee, inderdaad. nee. En dan komen ze op het einde allemaal bij elkaar. Dan is Anna eigenlijk degene die het uh, ook niet helemaal begrijpt. Want ze begrijpen niet helemaal dat dus die, die nummers die uh, Fons nee. en Jeroen van Rick hebben gekregen. Dat dat correspondeert met een bepaalde kleur. En dat dan die kleuren ja. moeten ook bij elkaar opgeteld worden. En... Volgens mij gaat daar al iets mis in de communicatie. Want Anna heeft het idee dat ze dan inderdaad die bedragen allemaal bij elkaar op moet tellen. Maar dan moet ze op een gegeven moment het getal wat Rick tegen Fons heeft gezegd, moet ze er weer afhalen. Dus zij ja, veroorzaakt ook heel veel verwarring daar. Ja het, ja, het was ook gewoon, ik denk gewoon een hele complexe opdracht voor dat bedrag. Dus dat, Precies. Ja, het was gewoon niet. Uh... Denk het niet te doen. Ja, ik, ik, ik vond het dan wel weer heel grappig. Dan komt Rick eraan. Ja, je hoeft dan alleen maar dingen op te tellen. Ja, ik denk van ja, ja je kan het wel heel makkelijk laten klinken. Ja, maar... Jij weet het. Ja. ja, precies. Ja, jij weet het. En uh, ik vraag me dan wel altijd af, want dit soort spellen worden dan van tevoren getest, toch? Ja. Vraag ja, je het dan heel makkelijk? Ik heb geen idee. Ja, ja, ja het, weet je, uh, het is, is ook wel denk ik makkelijker als je vanaf een afstandje dat kunt observeren, zeg maar. Als dat je het echt aan het doen bent en op dat moment moet uitvogelen. Maar, ja. maar goed. Ja, precies. Um, ik kreeg uh, onder mijn uh, YouTube video's uh, best wel een paar leuke reacties. Eentje heb ik even uitgepakt, die was van Ingrid. Um, zij geeft ook aan: uh, Babs die ging direct met uh, Rosario in een, in een groepje tijdens deze opdracht. Dat zou dus kunnen betekenen dat ze um, waarschijnlijk Rosario nog steeds verdenkt. Want daar heeft ze mm -hmm. dan waarschijnlijk niet op uh, gestemd in de eerste aflevering. Want je wil natuurlijk hè, meer kennis over jouw mol vergaren. En je gaat niet bij mensen zitten waar je al op hebt gestemd en waardoor je eruit bent gevlogen. Dus nee. dat vond ik op zich nog wel een, uh, een goede hint. En ik denk dat we dit gewoon ook de komende aflevering in de gaten moeten blijven houden. Um, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ik denk dat Bab soms dan uh, veel prijs uh, gaat geven. Uh, ja, en ook wel een leuke reactie uh, van Emiel was dit. Uh, Tooske en Kees die, uh, geven toe in de koets dat ze elkaar verdenken. Maar bij de test aan het einde van de aflevering verdenken ze elkaar helemaal niet. Tenminste, ze noemen niet nou, elkaars naam. Dus dat nou, is ook wel. Volgens gek. mij zegt, zegt Kees dat jij staat wel op mijn lijstje of zo. Ja. En dan zegt iets van ja, jij ook op de mijne. Maar ja. ja, ik neem aan dat als je dit stadium van het spel met acht mensen erin, dat je lijstje niet meer uit twee personen bestaat. Nee, nee. Ik vind ja, het ook voor de kandidaat te dat het nog uit een, een mannetje of vier bestaat. Want anders ben je denk ik iets fout aan het doen. Uh, ja. Normaal gesproken zou ik zeggen: ja hoor, uh, twee of drie. Maar omdat er nu nog zoveel in zitten, zou ja. ik wel nog gewoon bij vier houden. Ja. Maar dat, kijk, het, het, het ja. boeit in principe niet hoeveel, hoeveel afleveringen je erin bent. Het gaat gewoon ja. om de hoeveelheid mensen op wie je kunt stemmen. En Precies. Hoe meer mensen, uh, ja, ik bedoel, iedereen doet verdacht natuurlijk. Ja, en hoe meer mensen, hoe. Uh, kleiner de kans is dat jij eruit gaat, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh, yeah. uh, dus uh, dit vond ik wel op zich wel, uh, wel uh, goede reacties uh, van ja, zeker. de Moloten. En uh, daarmee hebben we, denk ik, hetgene gehad uh, wat we wilden bespreken voor deze opdracht. Ja, ja, we, we vroeg, er valt verder niet heel veel te bespreken over deze nee. opdracht. naar mijn idee, het is gewoon ja. Het er gewoon niet klaar. Nee, ik vond het een beetje stomme opdracht, ja. En je kunt ook niet heel goed zien waar het dan per se fout gaat. Want begrijp begrijpt het echt. Dus nee. ja. Ik zat eerst nog mee te schrijven met... Oké, okay, welke bordjes komen we tegen? Gaan we daar straks dan zien hoe er gerekend wordt? Maar ja, ik heb geen idee gehad... hoe lang ze nou de tijd hadden om überhaupt die som uit te rekenen. Ik heb allemaal nee, alleen inderdaad. met uh, dingen zien uitrekenen... met een papiertje in de hand. Ja, die had daar net zo goed ook al foute dingen op kunnen schrijven, dus... Ja, en de rest laat dat ook maar gewoon een beetje gebeuren. Ik heb niet het idee dat de rest nou heel druk mee aan het uh, rekenen was. Dus ja. als Anna de Mol is, dan heeft ze hier wel uh, het goed voor elkaar. Ja, maar dat kan net zo goed uh, Rian zijn geweest of Rosario. Want ik denk dat je hier als ja. Mozaïne niet zoveel had hoeven doen. Precies. Nou. Um, de tweede opdracht, die vond ik alweer een, een stuk leuker. We hadden het er net alleen over. Het gebaande pad. Ja, 38.000. Ja, Echt leuk om te trittere. zien, vond ik vond ja. opdracht. Ja, ik vond hem. Ik denk dat ik tot nu toe de leukste opdracht van het seizoen vond, eerlijk gezegd. Dat zou wel zo goed kunnen, ja. Is dus een keer wat anders. Ja, uh, ze noemen de hele tijd natuurlijk het meest uh, verd te verdienen bedrag ooit in wie is de mol. Ik weet niet, eerlijk gezegd, of dat helemaal klopt. Uh, maar ja, ook het bedrag wat hier in het begin al genoemd wordt, dat uh, wordt uiteraard nooit verdiend. Omdat uh, Mol Dennis natuurlijk op een gegeven moment. Uh, de scherder erbij pakte en de briefjes van vijf uh, er doorheen aan het halen is. Dus uh, de inzet wordt steeds lager. Um, jij had eigenlijk voordat we de podcast uh, starten, net al gelijk een hele goede theorie van hoe je dit had moeten aanpakken. Ja, nou, ik dacht dus, um, hè, en uh, ik, ik verwacht dat de productie hiervan heeft gezegd: jongens, dit is niet de bedoeling. Want ik, dit dacht ik direct toen ik de opdracht hoorde. Dus ik verwacht niet dat ik een of andere mastermind ben die dit als enigszins bedacht heeft. Uh, maar ik zal gewoon al die piñatas allemaal kapot hebben geslagen. En dan pak je, ja, zeg één derde of een derde van de piñatas heeft een goed iets en de rest iets slechts. Ja. Uh, je hoeft misschien niet eens alles te doen. Als je gewoon al op een gegeven moment denkt van ja, ziet dit is de route. Dan kun je al gaan. Dan hoef je de rest niet eens kapot te slaan. Maar voor het geval dat we wel alles kapot moet, pak je ja 10.000, 12.000 euro min. Maar dan heb je wel dus 38k. Dus. Dan heb je als het goed is nog in ieder geval meer dan 20.000 euro die je wat diend hebt. Even ervan uitgaan dat Dennis ook wel lekker bezig is. Ja, ja ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik zat precies hetzelfde te denken tijdens deze opdracht. Maar ja, ik, dat is geen leuke ja. tv natuurlijk. Nee, dus ik denk dat het dan niet mocht of zo. Of misschien hebben ze er inderdaad echt niet aan gedacht. Maar ik kon me haast niet voorstellen acht man die daar bezig zijn op het plein. Dan moet er moet toch eentje zijn ja. geweest die daar ook zo over heeft ge, gedacht. Precies. En, uh, wat ik dan wel gek vond, is dus aan het einde probeert Fons dan als een soort wanhoopspoging. probeert hij dan toch inderdaad echt al die dingen stuk te gaan slaan. Alleen ja. dat stuk slaan, dat duurde ook nog wel best wel lang. Want ze kregen niet gewoon even iets van een knuppel maar iets van een heel lullig stokje of zo waarmee ze ja, moesten worden. Ik, ik had het echt, die daar echt wel ook. Dat er, dat er heel erg verschil in zat. Want sommige mensen die sloegen er zeg maar een gat in. en dan haalden ze dat ding gewoon, dan, dan rukten ze dat eruit. Ja. En op een gegeven moment zag je ook bijvoorbeeld Rian, die was volgens mij al 10 minuten bezig met een van die piñatas <laughs> En ja. nog steeds was het erop op het slaan. Ik dacht, maar je kunt het nu toch gewoon eruit halen? Ja, er zat een soort kartonnen doosje in. Ja. En daar zat dan of een stukje route in of uh, min 250 euro. Ja. Maar ja, ik begreep dus niet zo goed of je nou zeg maar zo kapot moest dat dat ding er half uit viel of dat hij op de grond lag of zo. Ja. Of dus, er zal wel iets van gezegd zijn: je mag hem pas eruit halen als, maar ja. Ja, het zou kunnen. Of dat hij misschien echt uit moet vallen en dat je hem er niet even zo uit mag pakken. Van ja, ik heb ook wel mensen gezien ja. die, zeg maar, dat hij op de grond lag. En dat, bijvoorbeeld, Fons trok hem zo op een gegeven moment eruit, volgens mij. Oh ja, ja. Dan ligt hij helemaal al op de grond, bedoel je. En dan past ze hem daaruit. Ja, zo ja ja. ja. ja, we hebben in totaal hebben, uh, gehoord aan het einde dat er zeven pinatas fout zijn uh, uh, stukgeslagen. En drie zijn daarvan in beeld geweest. Nou, eentje van Jeroen, ja, daar weten we in ieder geval zeker dat hij het uh, niet is. Die ligt eruit. Mm -hmm. Uh, Anna hebben één keer een fout zien maken en Fons ook één keer een fout. Ja. Um, dus ja, dan hou je er nog uh, steeds vier over. Ja. De rest is schitswerk. Ja. Het waren wel allemaal Precies. woorden waar het woordje mol in stond. Maar dat woordje ja. mol werd dan niet genoemd, zeg maar. Ja, zoals uh, molesteren en de mol Ja, molukken. Dat is de, ja, molukken. En wat is er nog meer? Uh... Windmolen, volgens mij. Ja, wi ja. ja, ja. Maar volgens mij stond er wel een wind zeg maar. Ja, ja. En had je molen. Ja, en de hint die ik echt het meest heb binnengekregen deze week is um, het woord van Rosario. Want die is op zoek naar het uh, woord vogelverschrikker. Ik wist het persoonlijk niet, maar dat is blijkbaar een ander woord voor mol ik. Had ik nog nooit van gehoord, om heel eerlijk te zijn. Nee, ik ook niet. Maar ja, mol ik, hè? Mol ik, Rosario. Ik vond hem oh, ja, ja. op zich wel een goeie. Ja, ik vond hem best wel sterk eigenlijk. Ja. Dus ja, uh, dus, maar ja, ik heb hem heel vaak binnengekregen. Dus het is vaak dat hij dan heel veel bij mensen opvalt. En gaan ze zo'n hint zo duidelijk in beeld brengen? Dat is natuurlijk de ja. tweede vraag die je dan moet. Uh, ja, het zou kunnen. Maar dat is altijd het moeilijke aan dit soort dingen. Soms is het ene jaar is dit wel een hint en het andere jaar niet. Dus ja. Ja. Ja, ja net zoals Jure, vorig jaar met die bad eentjes, dat werd ook heel veel geroepen natuurlijk. En dan bleek en, het. Uiteindelijk hebben heb die bad eentjes helemaal niks gedaan in die. Nee. Uh, in dat seizoen. Nee, nee, dat is waar. Alleen dat, dat, dat eentje op zijn shirt was blijkbaar opeens een hint. Ja, omdat de ja, kleurtje voor geluk stond. Ja, oké. Okay. Maar, maar verder hebben die eentjes helemaal niks gedaan, volgens mij. Inderdaad, nee. ja, Guus geluk was volgens mij toen de, ja, de was hint de Ja, precies. Ja. Ja, laat het daar niet meer over hebben, alsjeblieft. No. <laughs> uh, ja, dus, uh, en wat me ook nog opviel, is dan uh, dat mingeld uh, van dit jaar. En dat werd bij Moltalk uh, even aan ons la laten zien. Want daar hadden ze een soort close-up gemaakt van het uh, papiergeld. En mm -hmm. dan zien we dat Rosario het uh, mingeld van dit jaar is, 250 euro in de min, daar staat zijn hoofd op. Dus uh, dat zou er op zich nog een hint kunnen zijn. Dus dat inderdaad de mol graag eh, mingeld wil verdienen. Dus zou je de mol daar Precies. dan op kunnen zetten. Ja, uh, ik heb eigenlijk heel vaak ook een uh, soort geluidsfragment gehoord. Uh, oh, dat is gehoord. van Anna. Ja, precies. Ja. Heb je die ook al uh, gehoord? Ja, ja precies. Dat, dat het, uh, je, dan wordt Anna gebeld, en dan ja. Ja, zegt ze eigenlijk: Hij zei, hij wil. Jeroen hebben of zo. Ja, klopt. Alsof zijn uh, zo mensen dan verspreekt. dat Anna met, met uh, Dennis aan het bellen was. Spreek ik met Jeroen. Hij wil, ze wil Jeroen. Hij wil Jeroen. Of dat ze nog weet van ik ga zo meteen met Dennis spreken en ik verspreek me per ongeluk, Omdat ik nu man ja. zeg in plaats van vrouw. Dat zou natuurlijk goed kunnen. Uh, dus dat, dat vond ik wel, uh, wel opvallend. Maar ja, goed. Ik, misschien ja, is het zo'n foutje ik, snel ik, gemaakt hè. Maar ik vond, het, ik vond zeg maar de manier waarop ze zichzelf versprak dan raar, want ze begon met hij, toen verbeterde ze zichzelf naar zij, en daarna zei ze, zei ze weer hij. ik denk, ja. dit zou je toch juist, als het, zeg maar, je zo verspreekt, en het was een vrouwenstem, dan zou je het toch andersom verspreken? Ja, ja. Want dan zou je zeggen, hij, ik bedoel, zij, zij belt, uh, heeft je goed nodig, zeg ja. maar, en niet dan weer teruggaan naar hij, want, ja. Precies. Dus ik vond niet, ja, ik weet niet. Ik schrok er niet heel veel achter, eerlijk gezegd. Maar nee. ik snap wel dat het opvalt. Inderdaad, ja. Ja, ja en voor de rest hebben we uh, natuurlijk uh, Dennis een paar keer horen bellen. We horen namelijk een vrouwenstem ook ja uh, antwoorden. Terwijl Dennis aan de telefoon is. Alleen sommige maloten denken dat dit gewoon de stem van Dennis is die ja zegt. En dan, hé, hey, hoe lang heb ik nog? Als je dan. Het zou moeten linken aan een van de kandidaten, dan denk ik wel dat het een vrouw is. Die dan ja zegt. En dan Dennis zegt daarna nog steeds: uh, Hoe lang heb ik nog? Ja, hoe lang uh, heb ik nog? Oh ja, ik, ik, ik uh, hoor wat je bedoelt, inderdaad. Ja, het zou ook de stem van Dennis kunnen zijn, maar dan fluistert hij eerst. En daarna praat hij wel gewoon op zijn normale stemvolume, denk ik. Ja. Um, dus ik twijfel echt of dit nou een vrouwenstem is of dat dit dus, ja, de stem van Dennis is eigenlijk. Ja, ja, ja. ik kan Past... nog niet, uh, ik kan er niks wijs over zeggen. Nee, <laughs> ja, soms is dat ook gewoon de conclusie hè, dat, uh, ja. Ja, dat is zo goed. ja, ja. ja. Uh, ik zit er even te denken of we voor de rest nog iets uh, moesten bespreken. Ja. Ja, ik vond uh, Kees een beetje, uh, een beetje stil in deze opdracht. Hij ja, de, 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 stond een beetje lekker onder het parasolletje. Hè. Het was ook wel warm ja. volgens mij, dus ik geef hem geen ongelijk. Nee, het was heel warm, <laughs> want ik zag uh, Jeroen echt uh, zweetvlekken hebben ja. op zijn shirt. Ja, ja. Je, je zag ook toen bij, dat, bij die laatste opdracht, toen ze allemaal die kaarten hadden, allemaal zo wapperen met die kaart. Ja, die envelopjes, ja. 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 Klopt, ja. ja. Maar, uh, ja, dus het was uh, extreem ja, warm, denk nee, ik. Nee, ja. ja, maar hij was een beetje. Uh, ja, inderdaad. Niet heel veel in beeld gezien deze opdracht. Ja, maar als je misschien ook gewoon weinig opdrachten krijgt, hè, dan, uh, dan heb je ook niks anders te doen. Ja, je zou anderen kunnen helpen met een stuk slaan, natuurlijk. Dat. Als we zoeken naar het woord. Maar, ja, en uh... ja, volgens mij benoemt Anna dat later. Dan gaan ze nog uh, weer terug naar het hotel. Dan zitten ze een beetje met z'n allen bij het zwembad. En dan. Uh, mm -hmm. Dan zegt de ander nog wel: van hé, hey, ik heb jou weinig uh, zien doen vandaag, uh, Kees. Ja. ja. Dus ja, maar, ik, ja, ja, ik ja, weet niet of we daar of... iets achter moeten vinden. Nee, maar verder in ieder geval. Uh, wat was het? 1250 euro. Oh nee, uh, 1750 euro uit de pot. Ja, ja, dat is uh, zeven foute antwoord inderdaad. Dus uh, flink bedrag, gelijk eruit. Ja. Um, daarmee gaan we denk ik gelijk door naar de laatste opdracht. Uh, van deze aflevering. Uh, we hadden het er net al even over. Ja, eigenlijk wordt er eerst een soort van inzet gedaan. Hè? Je kunt uh, kiezen uit uh, een Topito, uh, drie Jokers of twee Jokers of één Joker. Um, en aan de hand van hoe gretig je bent, hangt daar natuurlijk ook een soort van straf tegenover. Want er gaan ook ja. enveloppen in het spel uh, zitten met, ja, wat was het? Uh, min 1000, uh, min 3000. Uh, in 500 en 0 euro. Dat waren ja. de, de vier enveloppen inderdaad. Ja. Dat is ook even de vraag van hoe vaak hebben die enveloppen dan inderdaad daar nog rond gelegen? Zat er twee keer 3000 bij of maar één keer? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of waren de enveloppen ja, dat, ook gelegd leeg? Dat weten we, weten we eigenlijk niet. Nou ja. Ik denk eerlijk gezegd ik het denk zo dat is dat, dat, ik denk dat de rest leeg was. Ik denk dat min dan. bedrag er één keer in heeft gezeten en de rest gewoon nul was. Dat, dat denk, denk ik, ik zelf. Ja, ja. ja dus dan, dan is de dan kans dat, echt heel klein. Ja, en dan zat natuurlijk het, 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 de troef die je kreeg, die zat daar dan niet tussen. Die legden ze dan zelf erin. Ja, precies. Ja, dan heb je een en kans alle, van 1 op 9 ja. of zo Of 8 stuks van die enveloppen lagen er. Uh, of uh, tafeltjes waren er. Dus dan heb je dat ook je, nog een kans van 1 op 9 dat je, dat je dus die slechte envelopte uitpakt. Ja. Um, dus ja, zodoende um, hebben we we kunnen wel even het uh, rijtje langs gaan natuurlijk. Uh, heel veel mensen eigenlijk gewoon 0 euro zien verdienen. Uh, Baf ja. 250 euro, maar ja, we wisten al, zij is de mol niet. Uh -huh. uh, Anna min 500 euro en ja Rosario uh, min 3000. 3000. Uh, Touskis trijkers. Ja, drie drie ook ook ja. ja. is overigens de enige die ook haar troeven verdient. En dat zijn ja. twee mensen die voor een topito zijn gegaan. Ja, die hadden dus al, hè, stel, drie, ze hadden allebei hun topito geraapt, ja. hadden ze hem ook niet compleet kunnen maken. Ja, Ik vond de Topito-keus overigens erg dom als je daarvoor zou gaan. Ja. Met de hoe klein is. de kans is dat je überhaupt je troef raapt. Uh, moet je er ook nog eens vanuit gaan dat twee anderen dat ook doen. En ook het domme geluk hebben om die te rapen. Die kans is zo Pff. klein. Ja. Dat leek lijkt, lijkt me heel dom. Maar goed... Uh ja Voor de duidelijkheid, als ze alle drie dus een Tupito hadden, dan hadden, waren ze alle drie door, want dan hadden ze een vrijstelling. Alleen ja. wat je zegt, ja die, die, die optie was zo hè, minimaal. En inderdaad, als ze bij twee mensen ervoor kiezen en het dan ook allebei niet hebben, dan gaat dat helemaal niet, uh, niet door. Ja, dat. Ja. Ik denk dat je in deze fase gewoon inderdaad ook met een joker heel makkelijk al door kan. Ja, Daarom, je... ik, ik denk dat, ja. dat twee of drie jokers dat gewoon het slimste was. Precies. Ik vond het wel een beetje raar dat Tooske dan gelijk drie jokers inzet. Alsof ze haast er ja, echt dat te is... zeker van wil zijn. Precies, dat, vond ik, dat vind ik wel. Dat ik ook denk van, je ja, maar je wil ergens ook een beetje een indicatie hebben of je goed zit, toch? Ja, ja. Dat, dat is altijd lastig, hè. Want ja, die indicatie krijg je niet totdat je een rood scherm krijgt en je weet dat je eruit ligt. Maar anders. Ja, ja. maar dus, ik denk ja. wel vaak als jij uh, als je weet dat er veel troeven in het spel zijn. En anderen de troeven in en je krijgt dan alsnog een groen scherm. Ja, dan weet je, dan eigenlijk weet je dat je wel. Op het, nou ja, nou als als kandidaat zijn er die niks inzet, ja, als die niets inzet, dan dan weet je wel dat je op het goede op de goede weg zit, en ik denk dat dat wel al, ja, uh... ja dat ben ik wel met je eens, ja, ja, ze hadden natuurlijk ook in de vorige aflevering hadden ze ook wat troeven al verdiend, uh, die worden in deze aflevering ook heel veel ingezet, dus uh, er zijn aardig wat jokers in het spel op een gegeven moment, dus uh, als je ja. er geen hebt, dan heb je ook wel een grote kans dat je eruit ligt. Uh, Jeroen was volgens mij degene die geen joker in bezit had en daardoor ook uh, misschien wel uitlicht. Ja, wie weet. Um, ja, waar gaat de mol voor? Is 3000. Uh, is dat uh, te heftig voor, voor Ik mol? vind het niet verdacht, eerlijk gezegd. Nee. Ik, ik zou krijg... als mol niet voor 3000 gaan, namelijk. Ik zou misschien zijn, zelf als mol zijnde gewoon niet willen weten. Misschien dat je alleen zegt: Ik wil graag weten waar de 250 ligt, dat ik 10 niet pak. En de rest maakt me niet heel veel uit. Nou, Want dan kun je ook niet, zeg maar. Dan kun je ook daadwerkelijk verbaasd doen als je die 3000 pakt, zeg maar. En dan is het niet van, oh, ik wist het echt niet. Zeg maar, een beetje nee. op die manier. Dus je laat het echt afhangen van hey, de kans. Ja, dat, dat, dat zou ik denk ik gedaan hebben als mol zijnde. Gewoon hebben gezegd, of vertel me waar de troeven liggen en waar het normale geld ligt. En de rest, uh, dat, dat, zie, dat bepaalt dat lot ofzo. Ik weet het niet. Zeker ja. met, ook met de kennis dat er al bij de volgende opdrachten ook een hoop geld uit is gegaan. Ja, dat is wel waar. Ja. Wat je zegt. Ja. Ik vind 3000, vind ik als mol ook. Zeg maar, als je als mol bent en je gaat min 3000 even zo eruit vissen. Het is ook verdacht ergens, hè? Ja, dat is het vooral. Je hebt zo de schijnwerpen op je gericht. Ik denk dat, dat Rosario nu heel erg verdacht gaat worden de komende afleveringen. Ja. Um, terwijl inderdaad, als je misschien 500 had gedaan, dan kom je er denk ik nog wel mee weg. Ja, of min 1000. Dat zijn in ieder geval bedragen ja. die nog iets. Uh... Precies. En dan zou ik als mol zijn, misschien nog eerder voor de min duizend zijn gegaan. Maar ja, die heeft niemand. Dus. Nee. <laughs> ja. Ja, dan kun je nog voor de veilige route kiezen. dat je dan drie jokers pakt. Dan gaat er geen geld af, maar er komt ook geen geld bij. Dat nee, zou precies. nog kunnen. Ja. Uh. Nou, ik, ik ben een beetje bang dat je dan zo'n René Fokker momentje krijgt. Dat je dan straks uh, kan pronken met hé, hey, we hebben de laagste pot ooit. Maar dat het dan niet jouw schuld is dat er zoveel geld is. Ja, uitgegaan. dat. Maar omdat, <laughs> omdat de rest gewoon dom is geweest. <laughs> ja, dan, uh... maar dat was toen ook met die trein. Toen gingen ze voor 5000 euro gingen ze drie vrijstellingen kopen. Ja, de mol had daar nooit iets mee te maken. Ja, nee, dat was ook zo nou, was zo het voor 10.000 zelfs. Ja, maar was het toch. Ja. Min, ze met hun hadden de kandidaten, een aantal kandidaten, min vijf gezegd. Het was onder de mol. En dacht ja, daar gaat toch niemand boven. En toen waren er drie anderen die min 10.000 ja. of zo hadden gezegd. Ja, daarom. Dus ja, ik hoop niet dat er zoiets gebeurd is. Want nee. dan, is het, dan vind ik het wel weer leeg. Maar inderdaad, misschien is jouw keuze van, hey, de mol weet het gewoon niet. En gaat ook gewoon lekker gewoon puur wat pakken. Of weet misschien alleen waar de plusbedragen liggen, inderdaad. Ja, dat, dat gaat daarvoor. Ja. Laat, laat ik het zo zeggen, ik, ik verdenk Rosario niet meer of zo, omdat hij min 3000 heeft gepakt hier. Nee. nee Oké. Okay. Ja. ja, ik heb hem nog wel. Ik hem ja, ik heb, gaten, ik heb hem hoor, ook wel maar... ja. op, ja. op mijn lijstje staan nog. Maar ja. het is niet dat ik hem hierdoor meer verdenk als eerst. Oh nee, 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 zo bedoel ik. Nee. nee het enige wat je zou kunnen zeggen, de mol wil je geen plusgeld pakken. Maar ja, dat is alleen babs. En daarvan weten we zeker mm. dat uh, zij de mol niet is. Um. Dus uh, zodoende. Oké. Okay, uh, ja, dan gaan we nog heel even verder. Want uh, aan het einde van deze opdracht. dan uh, horen we uh, Rosaria nog in een biecht. Hij zegt eigenlijk dat hij er niet zo heel veel aan kan doen. En dat zegt hij eigenlijk een beetje op een lachende toon. Ja, maar hij heeft natuurlijk wel voor die uh, 3000 uit de pot gezorgd. Uh, mm -hmm. Daarmee uh, gaat de helft van de pot eigenlijk leeg. En dat stond op 9.025 euro. En het is nu 4.025 euro geworden. Dus. Uh, ja, meer dan nee, de helft nee, nee, eraf. Nee, nee. Uh, dus dat is een beetje jammer. Ja, en uh, dan gaan van, we door naar zo de de hele test. Follow the Money-schema natuurlijk ook weer. Ja, ik, ik dacht, ik gooi hem er heel even in. We gaan hem zo even bespreken. En uh, dan kunnen we eens even kijken naar uh, wie er het minste geld heeft verdiend. Ik denk dat je wel een idee hebt uh, wie dat natuurlijk is. Maar, ja, ja, uh, ik, ja, ik denk dat iedereen wel <laughs> een beeld heeft wie dat is. <laughs> ja, maar misschien moeten we dan even dat nog even buiten beschouwing laten. Die ja. laatste opdracht en dan nog even kijken wat er gebeurde daarvoor. Zeg maar. dan, uh, precies. Dat is de, ik denk dat dat een verder is dan precies. Um, ja, de test. Ook hier gebeurt weer iets raars eigenlijk, want um, de favoriete mol van uh, Rian staat niet tussen de uh, antwoordmogelijkheden bij één vraag. Vraag 18 oh. is: uh, wie is de favoriete mol van de mol? Uh, nou, de opties zijn Dennis, Evron, Jan, Jurre en Suzanne. En in het molboekje wordt deze vraag namelijk ook gesteld. Het officiële molboekje van wie is de mol die ideaal wordt uitgebracht. Um, daar staat deze vraag dus in van: ja, wie is jouw favoriete mol? En Rian vult daarin dat Jeroen Kijk in de vechten uh, haar favoriete mol is. Maar die staat dus hier niet oh. tussen de antwoordmogelijkheden. Dus of ze heeft tijdens haar invulformulier aan het begin van het seizoen een andere naam doorgegeven. Ja, of ze hebben hier een foutje gemaakt. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. Of Rian is de mol niet. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. Nou ja ik denk eerder dat het misschien goed, inderdaad wat je zegt gewoon een, een, een uh, is van oh, ik heb toen iets anders doorgegeven als nu. Dat denk ik eerlijk gezegd ook. Ja. Ik denk dat ze achteraf dan nog een keer zo'n vragenlijst moeten invullen voor de, ja, de, de inhoud vol, van het programma. Volgens mij moeten ze volgens aan het programma starten altijd een lijst invullen ja. met allemaal random dingen. En ik Precies. denk dat ze die lijst ook aanhouden voor de test. En dat ze ook wel tegen kandidaten zeggen van hé, hey, als je het met mensen hebt over dingen hebt, ga dan niet liegen. En hou je ook aan die lijst, zeg maar. Want anders ja. wordt het onmogelijk natuurlijk. Precies. Ja, en dan misschien dat ze dan later achteraf nog aan het einde van het seizoen nog een keer vragen stellen zodat ze dat uh, kunnen gebruiken voor het molboekje of zo in te vullen. Ja. Uh, daar zit je natuurlijk, heb je natuurlijk altijd paspoorten van de kandidaten en worden wat dingen gevraagd en. Uh, Want, wellicht dat is denk ik ook wel dat of, oh sorry ga je gang. Nee ik zat te denken wellicht dat het na de hand dan nog ingevraagd wordt en dat daarmee dan uh, dat molboekje gevuld wordt uh, vaak doen ze mm -hmm. een soort interviewtje en zo en uh, dus dat gok ik eerlijk gezegd. Want dat is denk ik wel goed om nog even te benoemen. Dat bij die test, kijk, de mol die, die liegt natuurlijk veel en die houdt dingen achter. Maar mm -hmm. over dit soort dingen zal hij natuurlijk niet liegen. Want anders wordt de test gewoon onmogelijk. Kijk, als je bijvoorbeeld de vraag krijgt welke kleur sokken droeg de mol vandaag. En je gaat aan iedereen vragen. Hè, of ja, dan. Of, of nou, misschien is dat een slecht voorbeeld. Maar wat is het lievelingseten van de mol? En je hebt het dan met iedereen over. Ja, kijk, als de mol tegen iedereen een ander gerecht zegt. Ja, dat werkt ja. natuurlijk niet. Zo van je, je moet wel de kans krijgen om het goede antwoord te kunnen geven. Ja, dus dat. Je moet die informatie precies. kunnen uh, vergaren. Kunnen eigenlijk. achterhalen op een of andere manier. Ja. Kijk, je, je kunt... Kijk, of als je tegen iedereen zegt... Ja, dit is mijn favoriete planeet. En dan komt dan wel de favoriete planeet van de mol. Ja. Ja, ja vaak dan, dan gaan ze uh, wel eens met zo'n molboekje zitten... bij elkaar op de kamer. En dan gaan ze gewoon de hele avond... Mm. elkaars vragenlijst een beetje doornemen. Gewoon, ja, dan precies. hebben ze elkaars informatie en... Uh ja wat je zegt je moet wel een kans kunnen hebben om het goede antwoord in te kunnen vullen, ja. anders moet je echt gaan gokken en dus ik geloof niet ja. dat daar gelogen wordt nee, nee dat denk ik ook dingen. niet hoor nee, nee. precies um, nou ja goed die test uh, daar zien we dus dat uh, Jeroen uiteindelijk uh, afvalt er zijn veel jokers ingezet door uh, Kees is een Joker ingezet door Fons door Rosario en uh, drie door Tooske maar liefst wat wel opvalt is dat Kees eh, Babs verdenkt. Tenminste, hij zegt het niet helemaal 100% zo op die manier. Nee, maar, maar wel dat hij haar meeneemt of zo. Ja, uh, dat ja. Ja, en benoemt dan ook geen andere namen. Dus ik denk eerder dat het een soort iets is van uh, de regie wil nog even laten zien dat Babs wellicht nog steeds de mol zou kunnen zijn. Terwijl in mijn ja. ogen kan dat niet meer. Maar, maar ja, Kees nam natuurlijk ook Tooske mee. Dat weten we uit een van de eerdere gesprekken die ze hadden in de koets. Ja. Um, dus ja. er zijn er al twee. Ja, dat is waar, ja. ja. Dus waarschijnlijk heeft hij heel gespreid op een uh, aantal mensen. Ja. En als je Babs meeneemt, omdat ze toevallig een Kijk, als je de vraag krijgt, was de mol vlog aan tijd of zat, zat of zat de mol in een koets? Ja, dan neem je Babs automatisch mee natuurlijk, als je zegt mm. in de koets. Ja, dat is waar, wat je zegt, ja. Je vult indirect toch wel veel vragen in dan ook op Babs, terwijl uh, dat mm. niet eens je bedoeling is waarschijnlijk. Ja, precies. Um, ik, ja, hier valt ook wel op dat Tooske uh, wederom best wel veel uh, in beeld wordt gebracht met haar verdenkingen. Um, en dat er ook wel heel veel verdenkingen naar haar gaan. Dat is al ook al ja. alweer een paar afleveringen lang zo dat dat uh, gebeurt. Dus vaak als dat gebeurt, dan gaat ze eruit en dan is er straks iedereen in shock: van, Oh wow, gaat ze, zij is niet aan ja, of bij Fons ja. zou dat ook nog kunnen, want die wordt ja. ook veel genoemd. Uh, klopt. Het ja, zal me net verbazen als Fons, Toosk of Anna als een van die drie, een van de komende afleveringen eruit gaat. Want die worden heel, naar mijn idee, het meest in beeld gebracht van iedereen. Ja, ja die worden vaak genoemd. Ja, ja. zeker. Um, ja, wat moeten we hier voor de rest aan concluderen? Niet heel veel. Uh, ik denk nee. dat we gewoon uh, maar even het Follow the Money schema erbij pakken. We zitten nu op de helft ja. van, de, van de reis. Um, normaal gesproken is dat met een stuk minder kandidaten, maar uh, dat is dus niet ja. het geval nu. Uh, dus ik heb even een follow-the-money schemaatje gemaakt. Uh, als je de podcast aan het kijken bent via Spotify of YouTube, ik zal ook even het schema in, uh, in beeld brengen, dan uh, kun je meekijken. Um, en wat we net eigenlijk al benoemden hebben, willen eigenlijk die laatste opdrachten nog even niet bijrekenen. Misschien moeten we überhaupt maar even kijken naar voordat nou, deze aflevering start. Dat wilde ik dus net zeggen, want, want iedereen heeft. Je hebt... In ieder geval bij je Follow the schema... ...bij iedereen hetzelfde bedrag eraf van opdracht 2. Ja. En dat laatste, hè, de even van... Stel, Rosario is de mol... ...dan kun je dat van Anna al wegschrijven wat dat betreft. Want dat doet ze dus niet extra. Precies. En andersom is hetzelfde waard. Uh, is hetzelfde waard. Dus ik denk dat je beter inderdaad naar de vorige aflevering kunt kijken. Ja. Ja, ik, ik begin altijd inderdaad met die tellen. Die zet ik dan bovenin neer tot nu toe. En dan, um, dan reken ik gewoon wat er tijdens die aflevering gebeurt. Dus zodoende ja. kunnen we het wel een beetje zien. Maar ja, als je dus na deze aflevering zou kijken. Dan zou je dus inderdaad kunnen zien dat Rosario onderaan staat. Maar dat was voor aflevering 5 eigenlijk helemaal niet zo. Uh, nee. Want dan zien we vooral dat Tooske heel laag scoort. Ja, Babs natuurlijk ook. Maar die heeft heel veel afleveringen gemist. Precies. Dus die hou ik ook even buiten beschouwing eigenlijk. De Tooske. Uh, Rian ook heel weinig. En daarna ja. Uh, ja, inderdaad. Ja. Dus ja, zeg het maar, ja, die hebben natuurlijk deze aflevering niet voor min, heel veel min geld gezorgd. Nee. Dus dan blijven ze nu in het Follow the Money-schema een beetje in, in, als een soort middenmootje. Ja, um, precies. Maar je kunt ook kijken naar wie die dan juist heel veel verdient. En dat zijn Alma die staat bovenaan. En Fons verdient ook echt wel veel voor de pot die zitten nee. allebei op 1600 euro aan het begin van uh, van aflevering vijf. Nou ja, dus, uh... Bab staat dat dat betreft ook vrij hoog, want ja. dat bedrag heeft ze in één aflevering verdiend, <laughs> Dus dat is echt ja, wel, is zeg maar veel voor één aflevering. Ja, ja is zeker. Ja, Dat Bijvoorbeeld Justin ook vrij hoog stond. Ja, ja. Ja, die is dan iets meer afleveringen uh, meegedaan, ja, maar uh, inderdaad, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, dus. Uh, ja, als je het op die manier moet rekenen, dan zou je dan juist Toos, Kirian en Kees in de gaten moeten houden. En na deze aflevering zou je dan Rosario daarbij op moeten tellen. Uh, Anna en Fons vallen dan een beetje eigenlijk niet op, zeg maar. Nee, en die precies. verdienen nog steeds wel veel en staan uh, nog steeds wel hoog. Um, ja, uh, dan nog uh, um, om even mee af te sluiten, nog een laatste hint. Deze kreeg ik eigenlijk nog binnen, maar heeft meer te maken met wat er in de vorige aflevering gebeurde. Uh, want ze gaan natuurlijk reizen dan. Uh, ze gaan naar Merida. En dat is een, een, een plek waar veel meer natuur is dan in Mexico City. Uh, daar wordt op een gegeven moment een Roze Meer wordt in um, beeld gebracht. Een Roze Rivier met flamingo's. Uh, en nu is de Spaanse vertaling, ook hetgene wat ze dus in Mexico spreken uh, van Roze Rivier Rosa Rio. Oeh, dus hintje naar Rosario. Dat, ja, dat zou kunnen. Dat zou ik wel een leuk vinden. Ik vond deze wel dat origineel uh, bedacht. Zijn, ja. 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 Dus uh, ik denk, ik geef hem je toch even mee. Ja, nou ja, dat is een hele goeie. Dus uh, veel hints wel naar Rosario, merk ik. Um, maar is hij ook de mol? Dat is natuurlijk uh, de, de, dat vraag. Is de vraag. Uh, jij hebt uh, de verdekkingen van uh, de moloten op uh, wieisdemol.nl erbij. Nou ja, op dit moment denk ik, dat zal ons niet zo verbaasd worden, Babs het minst verdacht door 1%. Kijk, toch nog 1%. toch nog wat mensen. Ja. Uh, daarna Tooske met 8%, uh, Rosario 13%, uh, Rian 16%, Fons 18%, Anna 20% en Kees 24%. Kees bovenaan. Ja. Ja, oké. Okay. Dat is toch een andere volgorde weer. Uh, ja, ja, het, het, het blijft wel heet het verspringen dat mijn ideeën, uh, ja. maar wel, ik heb het idee een beetje tussen Amma, Kees en Fons, dat dat, dat toch wel de, de top drie is. Uh, die staan alle drie in het midden bij mij op mijn lijstje, oh, okay. hier zeg maar, in de, de verdenkingen van mijn kijkers. Ik zal het even opnoemen, uh, Babs inderdaad ook onderaan, dat was op zich wel logisch te noemen. Uh, wat we ook al wat vaker zien is een trend dat Tooske nog steeds helemaal laag staat. Dus die wordt het minst verdacht. Uh, daarna gevolgd door uh, fonds Anna en Kees. Hè, die uh, eigenlijk best wel hoog staan dan op de, de website van Wie is de Mol. Uh, Rian wordt het na meest verdacht. En Rosario bovenaan met uh, oh, toch okay. wel 36%. Dus echt wel uh, veel meer dan de nummer 2. Die is 19%. Ja. Dus uh, waarschijnlijk door de hints ook. Dat zou goed kunnen. Ja, dat zou ja. zeker goed kunnen. En misschien de 3000 euro die eruit ging. Ja, dat, uh, voor de doorsnee-kijker zou ik ja. willen zeggen: van hé, hey, dat, dat valt het meest op, dus ik ga op Rosario stemmen. Als ik er ja. heel recht, toe, recht aan uh, naartoe kijk, zou ik zeggen: ja, begrijp ik ergens wel. Precies. Ja, um, ja jouw verdenking. Uh, ja, goed. ik blijf denk ik bij mijn vorige verdenkingen: nog gewoon Rian en Rosario. Wat dat betreft uh, consistent. Ja. Ja, 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 zolang ze die uitgaan, ga je goed. Zo, ja. zo moet je het ook bekijken. Ja, precies. Uh, ja, ik zou het ook wel mooi vinden als het gewoon vanaf aflevering 0 goed hebben, zeg maar. Tuurlijk. <laughs> het gaat ook een beetje om de eer, natuurlijk. Zeker. Ja. Uh, wat vond je verdacht aan Rian dan? Want die heb ik helemaal niet meer gezien in deze aflevering. Ja, gewoon eigenlijk gewoon hetzelfde van altijd. Ze heeft altijd ja. eigenlijk wel een goede positie of zo, maar is ook wel niet heel erg aanwezig. Ja. Klopt. Ja, net als nu weer, dan zit ze wel op de goede plek in de koets. Dan zie je met dat molle meppen van, hè, er even van gaat dat zijn zeven fouten gemaakt, dat zij ook één fout heeft gemaakt, maar dat ze dan ja, ja ze het beeld ook beeld niet echt iets toe of zo aan die opdracht. Denk je überhaupt dat de mol daar uh, trouwens bij die tweede opdracht buiten beeld is gebracht? Want er zijn natuurlijk nog vier bedragen of vier uh, mollen kapot geslagen met een foutief bedrag. Ja, zou um, heel goed kunnen. Dat zou, ik weet het niet ja. zeker. Ik denk eerlijk gezegd dat we misschien als de molder meerdere fouten heeft geslagen, dat je er eentje wel ziet. En dan misschien twee of drie. Niet. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, precies. Ja, ja ik, uh, ik doe eigenlijk heel saai mee. Want ik had vorige week uh, Tooske... Uh, die heb ik eigenlijk al het hele seizoen. En uh, ik had de vorige keer ook Anna benoemd. Um, haar vond ik wel inderdaad door die verspreking een beetje, een beetje raar. een Beetje twijfelachtig. Uh, ze heeft een goede positie tijdens de eerste opdracht. Waardoor ze uh, dat bedrag mag uitrekenen. Dat gaat niet goed daar. Dus zij had ook wel heel veel verwarring. Ja, de laatste mm -hmm. opdracht, 500 euro eruit, zou ik zeggen. Dat is op zich nog wel. Hè, dat kun je nog wel doen als mol zijnde. Uh, dus ik zou Anna helemaal niet zo heel gek vinden. Ook al staat ze bovenaan in het Follow the Money schema nee, voor deze aflevering dan. Speelt er toch, uh, toch ook heel, heel wat uit in de aflevering. Dat, dat zie je natuurlijk niet in het Follow the Money schema, hè? Hoeveel er al um, um, niet verdiend is, zeg maar. Ja, precies. Ja, je haalt het meer van de inhoud van de pot af dan dat je dat uh, berekent. Ja. Ja, ja, dus dat maakt het uh, wat lastiger en soms uh, moeilijk te voorspellen aan de hand van dat schema. Maar je hoeft ook niet alles op Follow the Money. Uh, uh, af nee, te ja, ja. Zo is ook. Als je alles op volgende mooi moet baseren, dan, 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 dan was een paar jaar geleden Merel ook niet te mol, want die had het meest verdiend van iedereen. Ja, dus inderdaad. Ja. Ja, een hele goede vergelijking. Ja. Oké, okay. nou uh, het staat weer uh, ingevuld Dus uh, Toosk en Anna, ja. heb ik, jij hebt uh, Rosario en Rian. En we gaan uh, kijken volgende week of ze er alle vier nog in zitten. Dat zou uh, mooi zijn. <laughs> Precies. Wie denk je dat eruit gaat volgende week? Zou je een voorspelling willen uh, gooien? Ik zet mijn gelden op. Uh, op. Uh, fonds. Oh, Fonds. Ja. Zou ik niet heel gek ja. vinden hoor. Nee. Ik zat zelf aan Kees te denken eerlijk gezegd. Ja, fonds, dat was mijn tweede keus geweest. Ah, fonds ja. of Kees. Ja. Maar ik hoop dat Kees erin blijft. Ja, dat ik... hoop ik ook. Ja, maar ik ben wel bang <laughs> okay. dat hij niet tot aan de finale erin zit. Ben ik... nee, ja. Nee. Ik vrees ik een beetje ai, voor. Cheesy. -gee. Cheesy. Ai. Nou, volgende week zijn we er gewoon weer. Uh, op uh, donderdagochtend om uh, 6 uur op uh, onder andere Spotify, je favoriete podcast-app sowieso. En uh, op YouTube. Dus graag tot uh, volgende week. Ja, doei doei. Doei doei.